En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tegen het einde van de nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan, met name in bosrijke gebieden. Morgen, 15 november, wordt er plaatselijk lichte tot matige onweersbuien in de ochtend verwacht, zowel in delen van het kustgebied als in het binnenland. De rest van de dag blijft het droog en zonnig. De Meteorologische Dienst heeft geen waarschuwing uitgebracht voor morgen.